Is er nou ook verschil tussen, ik heb wel eens begrepen dat er ook spoedeisende bestuursdwang kan worden uitgeoefend. Kunt u aangeven wat dat precies is? Nou, die spoedeisende bestuursdwang, dat wil zeggen dat mensen geen begunstigingstermijn krijgen. Dat de gevaarzetting, zeg maar, zodanig is dat, dat er meteen wordt overgegaan tot het weghalen van de spullen. En de gemeente Rotterdam doet dat al langer. En wij, wij overwegen of wij zijn aan het voorbereiden om zeg maar diezelfde kant op te gaan. Er is overigens nog geen officieel besluit over genomen door het college. Oké. En dat het voordeel daarvan is natuurlijk dat het veel sneller kan. Want je kunt meteen het meteen opruimen en pas daarna ga je dan een brief sturen naar de eigenaar dat het... Dat het weggehaald is. Ja, en het voordeel is gewoon van we leggen gewoon de kosten bij de veroorzaker neer. Ja. Okay. Is de veroorzaker altijd bekend bij hennepkwekerijen? Ja en nee, vaak wel. In Tilburg zijn toch over het algemeen wel woningen waar mensen inwonen of ingeschreven staan. Enkele keer komt het ook wel voor dat er niemand ingeschreven staat en dat we het ook niet goed kunnen traceren. In de meeste gevallen kunt u de politie verhalen op de overtreder? Ja. Nou, dat is weer een andere vraag. Ja, dat is wel mooi zo. Je moet ook niet zeggen dat ze verhaal bieden als je weet wie het gedaan heeft. Nee. Ja. En hoe zit dat dan? Kan het in de meeste gevallen wel? Nou goed, we hebben dat nog niet toegepast. We hebben dus nu zeg maar, toegepast dat mensen aangezegd krijgen dat ze binnen een week zelf de bronnen moeten opruimen. Ja. Dat we dat komen controleren. En we hebben dat in heel veel gevallen, praktisch alle gevallen, gecontroleerd. En toen bleek het ook opgeruimd te zijn. Oké.